Hey! Iris. Ja, Niels. Ben jij een beetje goed in openingszinnen? Nee, daar ben ik dus echt heel erg slecht in. Nou, daar gaat er hopelijk verandering in komen. Want wij zijn vandaag naar Pinkpop gestuurd, Dorkside en Bolt, om te testen welke openingszin het allerbeste werkt. Let's go. Iris, als ik aan openingszinnen denk, denk ik lekker aan die goedkope cheesy ones. Dus ik vind gewoon dat we daarmee moeten aftrappen. En willen jullie nou weten hoe we aan die versiertruc zijn gekomen? Kijk dan hier rechtsboven op het YouTube-kanaal van Excite. En eigenlijk stel ik gewoon gelijk voor dat we beide met 3 cheesy openingszinnen beginnen. Ja. En wie dan misschien een telefoonnummer weet te scoren, die heeft wel gewonnen. Ja. Oh, hi. Hoi. Wil je wat vragen? Nou, ik ben een beetje verlegen, maar ik dacht misschien kun jij het gesprek beginnen. Ja. Wie wil sport? Ik? Ja, heel veel. Zie je dat niet? Wil je een keer meesporten? Ja. Ja? Donderdag. Ja? Nou. Oké, top. Nummers uitwisselen, zeg ik. Sorry. Mag ik het vragen? Ja, die jongen daar wil weten of je mij leuk vindt. Ja, lekker hem gewoon wel of zo, maar ik ken je niet persoonlijk. Hè. Nee, maar ik dacht misschien kan ik je leren kennen. Hoe heet je? Maurice. Ik heet Iris. Hoi. Ja, ik dacht boeien, fuck it. Ik zag je gewoon lopen en ik dacht ja. Graag. Boeien. Is toch leuk? Ik kom uit Amsterdam. Ja, ik kom uit Limburg, man. Alleen je nummer. Gewoon leuk. Boeien, fuck it. Ja, je kan mijn Facebook wel hebben, maar mijn nummer misschien niet. Ga aan die kant staan, dan pak je het gezicht van het meisje die daar rechts zit. Het is een vent. Het is een vent, die haar daar. Ja. Zal maar weten of jij mij knap vindt. Ja hoor. Ja? Is het een score? Lekker. Ze vindt me knap. Ze zei, volgens mij kijkt ze de hele tijd naar je, maar ja, het zijn niet mijn woorden. Wie zei dat? Dat zei dat meisje. Maar goed, toen werd ik genegeerd. En toen kon ik af. Ja, dat is absoluut geen goeie. Zo kut. Mijn vriendin wil weten of je mij leuk vond. Ik heb hem niet één keer gezien. Nee? Maar we kunnen elkaar wel leren kennen. Maar ik kom hier sowieso helemaal niet uit de buurt. Waar kom je vandaan? Leiden. Oké, ik kom uit Amsterdam. Maar ik ga zo weer naar mijn vrienden, maar ik dacht misschien kan ik gewoon je telefoonnummer vragen. Tuurlijk. Mag dat? Oké. Okay. Wat is je naam? Iris heet ik. Iris. 06. We zijn samen naar Pinkpop. Met de hele groep. Oké, masturbeer je ook? Maar studeer je ook? Ja? Wat dacht jij dan? Oh echt? Jullie zijn ook samen, of niet? Oh, niet meer? Oh, dus ik mag wel om haar nummer vragen. Mag ik je nummer? Nee, ja. Nou goed, het wordt allemaal heel awkward nu. Dan ga ik wel even weer lopen. Doei. Misschien moeten we het iets subtieler gaan aanpakken. Ja. Ja. Ja, ik ben ook wel meer een voorstander van gewoon lekker een natuurlijk gesprekje starten. Ja, laten we gewoon naast ons slachtoffer gaan staan en gewoon een natuurlijk normaal gesprekje gaan starten. Ja. Maar we moeten wel even iets bijzonders ermee doen, anders wordt het saai. We moeten een bepaalde emotie aangeven. Ja, wat stel je voor? Ja, gewoon laten we beginnen met super enthousiast. Super enthousiast. Hey, oké, let's go. Leuk, doei. Hallo. Hoi. Hoe gaan we met jullie? Hoi. Hebben we het een beetje leuk? Super chill, ja. We zoeken alleen een vrouw. Een vrouw? Ja. Nou, oh ja, die hebben we nu. Wat gezellig! Nu. Hallo, alles goed? Oh nee. Hoezo niet? Dit is een Bieber, vind je het geweldig? Nee, het is echt fucking vals. Ik vind het geweldig. Ik ga helemaal mijn plaatje. Jullie moeten ook even gaan dansen, nee, sta nee, op. Nee, hup. Nee. Even op Justin Bieber dansen. Oh, ja. Ja. Nee, jij ook, hup, erbij, dansen, hup. Pirouetje, yes. Lekker beter. Oké, ik denk dat ik het verleidelijke heel awkward vind, dus misschien ga ik het een beetje op verleidelijk dronken gooien. Hallo boys, hallo. Hoe gaat het? Koud. Koud? Moet ik even warm maken? Ja, graag. Ja? Oké, is goed. Waar gaan jullie heen dan? Naar de play eigenlijk. Naar de... Oh, charmant. Hi boys. Hoe gaat het met jullie? Goed hoor. Goed. Mag ik even tussen jullie inlopen? Vind ik leuk. Misschien. Sorry, ik ben een beetje dronken. Hier. Oh, ja. Ben jij heel sterk? Ja? Kunnen jullie mij optillen ook? Zo? Nee. Ik ben heel benieuwd. Kunnen we het ook zeg maar kort en krachtig doen? Gewoon met een simpele hoi. Ja, ze zeggen wel eens less is more, dus ik vind het eigenlijk wel zeker proberen waard. Let's go. Hoi. 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 Sorry. Hoi. Hoi wat? Hoi. Oh, dankjewel. Dat is lief. Hoi.
Hoi. Hoi. Hoi. Mooi, hè? Ja. Het gaat wel goed. Ik heb wel een soort van gesprekjes, maar het is een klein beetje awkward. Oké, ik ga mijn strategie denk ik een beetje aanpassen. Ik ga denk ik nu gewoon heel amicaal zeggen hoi. Zo van, ken je nog? Ik ga het wel proberen. De hoi is wel lastig hoor, vooral als mensen lopen. Want dan schreeuwen ze gewoon hoi terug en dan lopen ze weer door. Je moet echt mensen hebben die stilstaan. Dan kan een hoi serieus wat gaan worden. Hé! Hey. Hoi! Hey. Ja. Hoi! Zie ik het nou niet op... Sorry? Ik weet niet wie jij bent. Het gaat hem sowieso niet worden. Hoi! 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 Hoe gaat het? Ik heb bij één hoi heb ik een bitterbal gekregen. Ik vind wel dat we het even met een big banger moeten afsluiten. Ja, vind ik ook. Ik vind dat we gewoon een openingszin voor elkaar moeten gaan opschrijven. Ja? En die moeten we dan gaan uitvoeren. Spanning, spanning, spanning. Oh, jij eerst. Hé, hey, weet je, eigenlijk ben ik een slak. Tussen haakjes leunt voorover en doet alsof het huisje breekt. Oh nee, mijn huisje, waar moet ik nou slapen? Ben jij misschien? Maar je moet het nou helemaal uitbeelden, hè? Ah, mijn huisje is gebroken. Doe even voordoen. Oh, mijn huisje is gebroken. Nee, niet zo. Oké, ja, ik vind het echt heel kut, maar ik doe het wel. Oké, fuck die shit. Wat staat hier? Hoi schat, met welke lippen zal ik beginnen? Oh kut, die moet ik dan ook zelf doen trouwens. Dit is zo kut. Hoi. Hoi. Eigenlijk ben ik een slak. Oh, dit moet heel awkward voor haar zijn. Oh kut, mijn huisje is gebroken. Hij moet... Mag ik misschien bij jou slapen vanavond? Hij kijkt meteen naar de rest van de mensen. Haal me hier weg. Dat is ook wel echt een vreselijke openingszin. Je moet hem beter uitbeelden. Ik heb hem heel goed uitgebeeld. Ik ging helemaal zo doen. Heb je geen toneelschool gedaan? Nee, jij wel. Dat is de eerste les. Doe een slak na. Doe het voordat als je het zo goed kan. Mijn huisje is gebroken. Zo moet je. Oké, is goed. Doe voor dan. Hoi. Hoi. Ik ben een slak. Oh, wat leuk. Leuk. Ah. Mijn huisje is gebroken. Echt? Mag ik bij jou slapen? Tuurlijk. Kijk, nou we gaan al. Doei doei. Zo irritant dat het dan weer lukt bij hem. Hoi, ik ben een slak. Oh, mijn huisje is gebroken. Oh, wil je bij mij slapen? Oh nee, shit, dat kan niet. Mag ik bij jou slapen? Nee? Please? Hij fixt het waarschijnlijk ook nog, moet je zo net zien. Dus waar moeten we naartoe daarvoor? Nou, zullen we een huisje voor jou gaan zoeken? Ik moet zeggen, Iris loopt er ook niet heel verleidelijk meer bij, hoor. Hoi. Hoi, schat. Zeg het eens. Met een of andere doorgewinterde reven. Eigenlijk ben ik een slak, maar... Oh, mijn huisje is gebroken. Mag ik misschien vanavond bij jou slapen? Nee, sorry, schat. Iedereen schrikt van me nu. En dan komt ze ook nog met de openingzin. Ik ben een slak. Ja, doei. Hoe ging die? Wat dan? Klaar. Hij gelooft niet dat je een slak bent. Dat was het. Nou... Zeg hem maar, met welke lippen moet ik beginnen? Dat kan echt niet, jongen. Oh, haal me hier weg. Ik ga naar huis. Nou, zeg hem maar, met welke lippen moet ik beginnen? Sorry? Met welke lippen moet ik beginnen? Ja, ja? Ja. Ik ga weg hier. Doei, ik ga naar huis. Ik loop meteen door naar huis, ja? Dat was hem alweer, de allereerste aflevering van de Pick-up Line hier op het kanaal Bolt. Wil je nou zien welke versiertrucks de festivalgangers gebruiken? Klik dan hier voor de aflevering van X-Uit. Ja, volgende week zijn we gewoon weer terug met nieuwe Pick-up Lines. En als je de video leuk vindt, moet je natuurlijk de blauwe duimpje omhoog doen. En abonneer ook op het kanaal als je dat nog niet hebt gedaan. Hè? En Martin Garrix is nu aan het optreden, dus ik denk dat wij nog even gaan doorfeesten. Tot de volgende keer.